Vraag me een keer uit. Vraag me een keer uit. Dat is wel een goeie. Vraag ons een keer uit. Het komt op tv. Ja, oh, en? Nou, dan kun je dit uitknippen. Vandaag is het weer Valentijnsdag. De dag om jouw vrienden, familie of je geliefde in het zonnetje te zetten. Maar wat vinden we daar eigenlijk van? En is het niet een beetje overbodig? Hi meiden! Hi meiden! Ga jullie Valentijnsdag vieren? We hebben geen Valentijn. Ik oh, niet. Ja, ik, oh, sorry. Ik, ja. Kom. En jij? Ik heb wel een Valentijn, ja. Maar jij hoopt het. Ja. Hi dames, ga jullie Valentijnsdag vieren? Ja. Nee. Vertel. Ja, ik heb een vriendje. Wat vinden jullie van Valentijnsdag? Valentijnsdag? Weet ik niet. Ik doe er zelf niet aan mee. Heb je geen vriendje? Nee. Het is gewoon een normale dag. Ik denk elke dag moet je aandacht besteden en niet per se één dag. Dat is heel mooi gezegd. En wat gaan jullie eigenlijk doen op Valentijnsdag? Met elkaar naar de bios. Oh, dat is leuk. Hartstikke gezellig. Ik niet. Waarom lach jij zo? Maar ja, ik ga naar open oma, dus kan ik niet vieren helaas. Nou dan wel, ga je Valentijnsdag vieren? Nee, niet echt. Jij ontwijkt de vraag wel heel snel. Nee, mijn vriendin, maar niet met iemand of zo, nee. Gaan jullie Valentijnsdag vieren? Helaas, waarschijnlijk niet. Waar ligt dat aan? Dat mijn vriendin in Utrecht zit. Oh, Gaan jullie dan op een ander moment vieren? Hopelijk wel. Hallo, gaan jullie Valentijnsdag vieren? Ja, maar we hebben eigenlijk geen tijd. Maar je hebt altijd tijd voor Valentijnsdag. Veel gekochte cadeautjes zijn natuurlijk bloemen, chocola of een gezellig etentje. Maar natuurlijk zijn er ook een aantal cadeautjes waar we absoluut niet op zitten te wachten. Wat is het ergste cadeau wat je kunt voorstellen om te krijgen? Niks. Niks? Ja, dat is het ergste cadeau toch? Dus een dode cavia of zo, dat vind je niet erg om te krijgen. Ja, wie geeft dat op Valentijnsdag? Ja, dat is waar. Dat is een beetje raar. Dus als je een heel raar cadeau krijgt, dan zou je dat niet erg vinden. Zou je niks van zeggen. Ja, kijk, het is alsnog iets, dat, dan heeft in ieder geval de andere eraan gedacht. En dat is dan op zich wel een mooi gebaar. Maar, ja, dat klopt wel, ja. Wat is het allerergste cadeautje wat jullie kunnen voorstellen om te krijgen? Ondergoed of zo. Ja, vind je dat stom? Nou, het lijkt me een beetje gênant. Een iets te strak onderbroekje of zo. Nee, dat kan wel, toch? Ja, ik vind dat wel grappig. Kan je hem dan ook aandoen? Dat weet ik niet, maar ik zou het wel grappig vinden gewoon om het idee. Nee, een knuffel of zo, dat zou ik niet leuk vinden. Een beertje. Ja, wat moet je er ook mee? Ja, je moet dat weer bewaren en dat wil je eigenlijk niet. Dit wil ik echt nooit meer. Een saai boek. Een saai boek? Ja. Een soort van schoolboek of zo? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, gewoon echt een boek waar echt nergens over gaat. Gewoon een boek, ja. Lezen, dat doen we niet meer. Lezen stom. Ja, gewoon helemaal niks. Helemaal niks krijgen? Dat is het allerergste? Dat is gewoon pijnlijk, oké. Okay. Ja, daar voel ik me heel onzeker over. Ja, ik heb wel eens iets met Valentijn gekregen wat heel erg, tenminste wat als grapje was. Dat was een kaart met zeg maar een emmer erop waar ik in gekotst had. Het komt op tv. Ja, oh, en? Oh, dan kun je dit uitknippen. Maar het is van mijn hele lieve vriend. Dus ik hoop nou wel iets anders te krijgen. Ja. Maar het is niet alleen maar ellende op deze dag. Daarom ook even een momentje om jouw persoonlijke boodschap kwijt te kunnen. Waar kunnen we dit terugvinden? Ik ben nog niet helemaal klaar, jongeman. Even wachten nog. Okay. Heb je nog een boodschap die je wil doorgeven aan je secret crush? Of aan je familie? Of aan iemand? Wat zei je? En jij? Nou, Roos, fijne Valentijn. Ah, dat is wel echt lief. Fijne Valentijnsdag. En jij? Vraag me een keer uit. Vraag me een keer uit, dat is wel een goeie. Vraag ons een keer uit. Mam, fijne Valentijnsdag, ik hou van jou. Ah, dat is echt lief. En jij? Ja, Brit, dat is mijn vriendin. Brit, ik hou heel veel van je. En ja, natuurlijk mijn moeder ook. En een fijne Valentijn. Mwah. Liefje, ik hou heel veel van je. Heel erg jammer dat je er niet bent dit jaar. Nou, ik hou van jou, schat. Kijk, wij brengen alle liefde samen. Aan familie, vrienden. Ja, mijn ouders, een hele fijne Valentijnsdag. Ouders van Noah en Merel, hartstikke fijne Valentijnsdag. Doeg! Floris ook, fijne Valentijnsdag. En jij ook, en jij ook. Ouders van Lian, wij wensen jullie een hele fijne Valentijnsdag. All love. Willen jullie nog iets zeggen tegen jullie familie, geliefde of tegen iemand?
Nou, hoop ik. Ja, tegen een van de jongens. Ik ben vrijgezel. Valentijnsdag, ik sta nog open voor, dus... Like. Vond jij deze video leuk? Geef hem dan een like en volg ons dan op YouTube en Instagram op WZHV19.